Waren jullie blij met de uitspraak? Onder Poetin. Wij waren natuurlijk blij met de uitspraak van de president. Maar wij zijn eigenlijk blijer als het... als we eigenlijk eens doorgaan, want wij hebben al van tevoren al geweten dat het... ze hebben niks. En dat is al een paar keer gebleken met verschillende rechtszaken. Dus, en met ze hebben niks bedoelt de justitie? Justitie, het OM, dus die lui. Ja. Mijn cliënt is in gesprekken met mij, denk ik, zo tegen de 1000 keer afgeluisterd. Het gaat natuurlijk wel om het principe dat zulke gesprekken niet mogen worden afgeluisterd. Het principe is helder. Het is ook helder dat dat niet mag. Maar toch even gewoon voor ons om een begrip te krijgen. Als dat zo'n 1000 keer gebeurt, wat zijn dat dan voor gesprekken die u voert? Dat zijn geheime gesprekken. Ja. Maar waar gaat het dan over? Dat is geheim. Ja, maar goed. Als het niet van belang is, kunt u er ook iets over vertellen, of niet? Ook dat is geheim. Is die imago dat wij bijvoorbeeld stelselmatig dingen doen, dat is niet waar. Kijk, wij bestaan al 60 jaar wereldwijd, 30 jaar in Amsterdam. En natuurlijk zijn er dingen gebeurd. Dat is voor in mijn ogen, in onze ogen, incidenten. Ja, dus je kunt zeggen het is een organisatie waarin criminelen hebben geopereerd, maar daarmee nog niet een criminele organisatie. Nee, geen criminele operatie. Dat moeten ze nog bewijzen. Het is geen criminele organisatie. Nee, dat zei ik. Een organisatie waarin criminelen opereren. Gerard, jij hebt ook wel eens opgetreden op een feestje georganiseerd door de Hells Angels. Je komt dan toch in een soort catacombe met allemaal van die vreselijke echte macho-mannen die natuurlijk niet op een soort geelnicht zitten te wachten als Gerard Joling. 24 uur zit jij met één gast in een kleine verbouwde studio en decor. De mensen die je ontvangt mogen alleen naar het toilet en voor de rest overal een microfoon en camera op ze gericht. De eerste gast was iemand die vanwege zijn strafblad nooit lid zou kunnen worden van de Hells Angels, denk ik. Richard Klinkhamer, schrijver die zijn vrouw heeft omgebracht. Die heeft daar ook een boek over geschreven, Woensdag Gehaktdag. Ik vond hem vrij vlot wel een sympathieke man. Omdat hij ook heel erg open was. En waanzinnige verhalen had. Die man heeft dingen meegemaakt die wij hier met z'n allen aan tafel niet mee hebben gemaakt. Denk ik. En, in ieder geval niet wat we zouden bekennen. Deze man zegt echt alles en is ongepolijst. En ik vond hem wel charmant. Er komt ook een moment dat je moet gaan slapen. Je zegt, Klinkhamer, wel te rusten. En dan liggen we 3 meter uit elkaar in 1 ruimte. Ja. En dan ga je liggen en op een gegeven moment lag ik. En ik weet nog heel goed dat op een gegeven moment... s'nachts, natuurlijk slaap toch ook echt wel een beetje... maar op een gegeven moment hoorde ik geluid, ging hij naar het toilet. Toen hoorde ik aan het geluid dat hij terugliep naar zijn bed... En toen hoorde ik hem heel langzaam mijn kant op schuiven. Ja. Ik dacht, mijn god, daar gaan we, weet je wel. Ben Verwaaien, de baas van BT, vroeger British Telecom... zeg maar te vergelijken met wat KPN in Nederland onderneemt. Mm-hmm. En wat is de omzet van het bedrijf? 20 miljard pond. En u bent daarvan de hoogste baas? Mm-hmm. Nou, dan zult u wel veel verdienen. Inderdaad. Als ik alles bij elkaar optel, zoals het nauwkeurig hoort... en waarbij je de korte en de lange termijn bij elkaar zet... is dat 3 miljoen pond. Het staat hier in Nederland erg ter discussie, zoals u weet. De commissie Vrijns is ook nu nog gekomen met adviezen over wetgeving ten aanzien van topsalarissen. Heeft u dat een beetje gevoeld? Ja, wat ik het wonderlijkste van het geheel vind, is dat de minister van Financiën binnen 20 minuten zegt dat rapport kijken, maar ik ga toch gewoon doen wat ik zelf wil. Dat vind ik dus wonderlijk, want ik dacht dat een minister gehouden was om te doen wat goed is voor de BV Nederland. En niet eens wat goed is voor zijn achterban. Het gaat erom dat er activiteiten zijn die vandaag de dag... ik noem maar eens wat, in Zwitserland of in Engeland plaatsvinden... die ook in Nederland hadden kunnen plaatsvinden. Wat ik nou echt een vervelend onderwerp vind... is dat wij in Nederland een minister-president hebben... die als er een werkelijk belangrijke zaak is... en de directeur van de Nederlandse bank klopt aan zijn deur... met in zijn kielzog... de CEO van een van onze belangrijkste banken, dan wil hij ze niet ontvangen. En wij gaan praten over wat vindt meneer Wilders of wat vindt... Daar gaat het toch niet om. Ben ik nou eindelijk eens aan de beurt? Ja, ik ben eindelijk aan de beurt. Het is bijna kerst. Zit je al in de kerstsfeer? Helemaal. Ja? Hysterisch. Alles erop en eraan. Hoeveel kerstbomen staan er thuis? 4. En ik heb er nog 4 buiten, ja. Ja, dat is toch heerlijk, jongens. Dat is toch een heerlijke sfeer, gezellig. I don't want praise, I don't want pity. Het is ook wel heel erg leuk als je het zo ziet dan, nou, toch? Ja, en ik moet je wel zeggen, dat zou je waarschijnlijk niet zeggen... het houdt me wel zo bezig, dat het is zo'n klim... op het moment dat je ook televisie maakt, je gewone optredens in het land doet... je ook nog platen maakt die je gelukkig het laatste jaar
enorm succesvol zijn, dan is het natuurlijk heel gek dat alles dat bij elkaar komt. Dus ik ben wel heel blij als ik volgende keer in Ahoy mag staan. Maar ik ben ook wel heel blij als het even achter de rug is. Want het beheerst gewoon alles. Je denkt, oh ja, jongens, niet te veel drinken, niet te veel dat. Genoeg sporten, genoeg conditie. Want ik moet natuurlijk, ik moet gewoon wel staan als een huis. Stel dat Willem Holleder morgen wordt vrijgesproken. Dan viert hij, morgenavond bij jou en de vier kerstbomen feest. Dan kun je een potje Heineken van mij.